Good morning! Ik ben me even aan het klaarmaken voor de Linda-redactie. En ik moet daar natuurlijk om 9 uur zijn in Naarden. Vandaag heb ik iets heel leuks op het programma gestaan, namelijk een grote beeldbrainstorm. Dus ik heb allemaal super mooie buitenlandse tijdschriften gekocht. En dan gaan we lekker scheuren en kletsen en gewoon een visie voor 2019 uitstippelen. Super veel zin in. En vandaag ga ik de laatste hand leggen aan mijn editorial, mijn voorwoord en de laatste shoots bekijken en de laatste artikelen lezen. En dan gaat het januari nummer al bijna naar de drukker. What? Tony Junior en Gillette Kila op Insta, die zo'n leuke shoot hebben gehad met hele fluffy babydieren. Ik wilde eigenlijk het gevoel dat je krijgt als je naar Instagram kijkt en de babydierenaccount ziet, dat je denkt, oh my god, it's so fluffy. Dat dat op en in het blad staat. Dat je langs de schappen loopt en denkt, holy shit. Is dit voor iets liefs? Daar heb ik oorbellen van Mango, denk ik. En een heel lekker truitje van ASOS aan. Ik luister ochtends heel vaak naar Budify. Kan ik nu dus niet doen omdat ik aan het filmen ben. Maar dat is een hele fijne meditatie-app. Ik luister altijd Good uit het onderdeel Waking Up. Dat gaat over dat je een soort mantra zegt van wat er ook gebeurt, dit is een goede dag. Maar dan allemaal in het Engels en in een hele lekkere rustige stem. Echt een aanrader. Ook als je niet van de meditatie bent en zo en er geen rust trekt, zet je gewoon de app aan. Ze praten hier gewoon doorheen terwijl je bijvoorbeeld lekker in je bed ligt en net wakker bent. Is echt, echt, echt heel top en maakt voor mij echt een verschil in hoe ik de dag inga. Kijk, dit begint al wat te worden, jongens. Ik doe vaak ook een beetje blush op mijn ogen. Deze lichte kleur. Het is bijna een soort highlighter, maar is wel mooi. Dit mini wenkbrauwgelletje gaat al zo lang mee. Echt maanden. Top. Over mini dingen gesproken, bij de nieuwe Linda Meijden zit ook een mini verpakking, maar dan van iets heel chills. Namelijk een klein droogshampootje, die je ook gewoon mee op reis kan nemen. Vind ik zo chill. Beetje highlighten voor de mens. Dit is altijd het onderdeel waardoor ik er weer gezond en wakker uitzie. Maakt echt zoveel verschil. Ik heb alleen een lippenbalsampje op, maar ik heb best wel veel pigment in mijn lippen. En ze zijn ook een beetje droog door de kou, dus ze zien er wel rood uit. Oh, ze zien er heel rood uit. Lijkt bijna de kleur van mijn truitje. Hallo! Ik ben weer met mijn grote liefde Jordi. Hallo! Hij heeft allemaal spulletjes opgestuurd gekregen van yes. Een heel mooi merk, Kings of Indigo. En nu doet hij voor mij een shoplog. En yours truly shoplog. Dat is leuk. Super lekker shirt. Oh, wat leuk. Een soort blousejas. Ja. Mashup. Ik heb meteen een muts gepikt. Die vind ik dus geweldig. Kijk hoe leuk die ook met mijn nagellak staat. Dit wil ik hebben. Ook door die struinen. Van mij. Echt leuk. Echt leuke dingen. En een teddy truitje. Wat is dit ook voor iets leuks? Ja, een mooi overhemd. Jemig. Iemand wordt hier in de watten gelegd. Behoorlijk. Wat is dit? Jor, wil je zoiets vertellen over je kleine neusje? Is goed. Is echt mega schattig. We gaan nu naar Ibunda, ons favoriete Indo. We gaan een lekker dinsdagmenu halen. Een glas wijn drinken en hoe is het vrouw kijken. Heerlijke chillavond. Ik ben zo blij dat ik je weer zie. Allerlekkerste afhaal in de stad. In ieder geval onze grote favoriet. Ik neem altijd hetzelfde, de mihoen. Twee keer de pittige boontjes en dan zoete kip en zoete stoofvlees. En dat is echt een bak eten waar je gewoon prima twee mensen verteet van kan geven. Maar we eten het helemaal op. En een ei erbij. Het is zo lekker. Heerlijk. Ik ben ook wel benieuwd, nemen jullie ook altijd hetzelfde als je eten gaat bestellen of experimenteer je? Ik ben namelijk zo iemand die dan één keer super lekkers heeft gegeten en dan jarenlang dat bestelt. Terwijl ook andere dingen er top uitzien. Jordi was dus aan het vertellen dat hij in Engeland met zijn kleine neefje Danny naar het Space Center ging. Dat wilde hij hem heel graag laten zien. Dat is zijn favoriete plek op aard. Wil jij nog eens vertellen hoe dat allemaal ging? Dat is zo schattig. Extreem schattig. Ik had nog niet verteld toen we teruggingen, maar we gingen met de bus. Ja. Ik was super enthousiast over de dubbeldekkerbus, was hij nog nooit ingegaan. Ja. Terwijl hij boven is. Het is natuurlijk ook vet leuk, want boven kan je recht voor het raam zitten. Dus dan kijk je
boven de chauffeur kijken, bal op de weg. Dat is fantastisch. Zet vind ik ook heel leuk. Ja. Zaten met steen, maar hij is helemaal kapot van die paar uurtjes in het Space Center. Ze viel meteen in slaap. Ze hebben ook van die kleine klapraampjes in die bussen. Ja. En net toen hij in slaap was gevallen, sloeg er eentje dicht, maar echt met een harde knal. Ja. Mega, ik schrok er ook, ik schrok me ook echt dood. Maar hij lag te slapen en zijn handjes en beentjes gingen zo. Oh, de licht in. Het was zo schattig. Heel hij lag tegen me en toen keek ik me zo aan. Zo. Hij dacht, we gaan eraan. Ja, hij zit in een Space Shuttle. Dat is zo schattig. En Jordi vertelde ook dat ze dan aan het wandelen waren en dat ze dan de hele tijd hand in hand lopen. En één stuk door hand in hand. Zo gezellig. En dat hij dan tijdens het wandelen opeens zei, love you. Echt heel cute. Heel cute. Ligt er hier iemand lekker chocolade eten en wisselzoek te kijken. Ben ik betrapt? Ja.